Dit is Onderweg naar Kerst, een podcastserie in de dagen van Advent. Mijn naam is Sjoerd Bakker, jongerenpastor in de GKU. En in deze podcastserie neem ik u mee door de Bijbel heen, onderweg naar Kerst. December 14, aflevering 14. Vandaag staan we met elkaar stil bij de woorden van Jacobus 1, vers 17. Elke goede gave en elk volmaakt geschenkt is van boven en daalt neer van de Vader der lichten, bij wie er geen verandering is of schaduw van omkeer. De wijzen uit het oosten brachten verschillende geschenken bij het kind van de kribbe, namelijk goud, wierook en mirre. Bijzondere geschenken voor een kind. Maar misschien vertellen deze geschenken ons juist ook wel een verhaal. Veel mensen hebben de geschenken proberen te duiden en komen met verschillende vormen van uitleg. Misschien laten deze geschenken ons al iets zien wie Jezus is. Zo mag goud symbool staan voor koningschap. Een waardig cadeau voor een koning, de koning. Zo mag wierook symbool staan voor priesterschap. Het werd onder andere gebruikt bij het reukoffer. Hij is onze hoge priester. En zo mag mirre ten slotte symbool staan voor de gezalfde, de Messias. Maar het kan ook verwijzen naar de leidende profeet. Een mooie uitleg, met mooie verwijzingen naar wat Jezus in zijn leven mocht betekenen. Maar hij is zoveel meer. Dus waarom precies deze geschenken? En wat hun betekenis is, dat weten we niet. Wat we wel weten, is dat van ver er mensen zijn gekomen om hem te aanbidden en dat ze geschenken bij zich hadden. De vraag die we onszelf moeten stellen is deze. Zijn wij al op reis gegaan om hem te aanbidden? En welk geschenk zouden wij dan meenemen voor het perfecte geschenk wat wij in hem hebben mogen ontvangen? Wat wij ook mee zouden brengen, het zou hem tekort doen. Het gaat erom dat je bij hem komt en ook al is dat met lege handen. Hij vult onze handen met zijn doorboorde handen. Elke goede gave en elk volmaakt geschenk is van boven en daalt neer van de Vader der lichten. Aardse geschenken, daar hebben we het zojuist met elkaar over gehad. Maar laten we kijken naar het hemelse geschenk. Een kinderliedje verwoordt het zo. Als je veel van iemand houdt, geef je het mooiste wat je hebt. Dat is heel gewoon. Omdat God van mensen houdt, gaf hij het mooiste wat hij had, zijn eigen zoon. Hoe ik ook denk, een mooier geschenk ken ik niet. Komt laten wij aanbidden, die koning en priester. En Messias en profeet, komt laten wij aanbidden, Jezus.